allemaal. EA heeft de Road to the Knockouts promo uitgebracht. En vandaag wilde ik livestreamen en wat packs openen ervoor. Maar EA servers waren heel slecht. Ik zat in een wachtrij van 500 mensen. We hebben geprobeerd alsnog tijdens de livestream van vandaag, van gisteren dus, proberen in te loggen, maar het lukte niet. Dus ik maak nu achteraf alsnog een filmpje, want ik wil alsnog een aflevering van de RTG gaan doen, waarin wij packs openen voor de Road to the Knockout. Ze zien er best wel ziek uit. Ik heb wel wat packs, natuurlijk niet superveel, want er is nog niet heel veel packs om te grinden op dit moment. Maar genoeg om in ieder geval een kleine pack opening te doen. En hopelijk packen we er eentje en ik wil ook sowieso nog een wedstrijdje spelen in Division Rivals. Dus genoeg om te doen. Het team hier zo. Bellingham. Goh, eigenlijk alles hiervan. Behalve André en Posh en Keen of zo. En Donny van der Beek en Koch. Eigenlijk de slechte. De slechte hoeven we niet. Maar de rest past allemaal in het team. Want het team is nog niet heel ver. Dit is het team op dit moment. Ik heb wel al wat objectives gehaald. Dus we hebben wat nieuwe spelers. We hebben Otamendi hebben we. We hebben Arsenal. We hebben Gold. We hebben Müller, Robert Sanchez, Quaresma. Dus we hebben wel wat spelers erbij. Maar het zijn allemaal spelers die slecht chemistry hebben voor ons. Toch gaan we die Otamendi even op de bank zetten. Want het is wel een interessante speler. Want hij kan geüpgraded worden. En als we voor gaan kijken. Hè, hoeveel chemistry geef je? Min 2. Niet genoeg. Lange na niet goed genoeg. Maar we zien wel. Hopelijk packen we wat spelers om onze team te upgraden. Ik hoop gewoon vooral om een promo te zien. Ik heb nog geen één promo-spelers zien gepackt worden. Want ik kijk niet andere mensen die packs openen. Ik ben heel benieuwd. Laten we zoals altijd beginnen met de preview. Oh, wat de hel? Wat? Oh, lane-speler. Nee. Ik heb nog wel die EAFC-punten, maar ik bewaar ze nog. Waarschijnlijk tot en met Team of the Year of zo. Oké, okay, de preview-pack. Eerste zilveren. Geloof nooit dat dat goed is. Nee. Oké, okay, please. Eerste pack. Weet je, het hoeft niet een walkout te zijn om goed te zijn. Dat weten we ondertussen. Dit kan trouwens... Wacht, is dit goed? Is dit... Wie is dit? Ramiro? Is hij... 84 nog steeds. Ik denk niet dat hij veel waard is. Maar ik kan altijd checken. Nee. Oké, laten we beginnen met de packs. Goud pakket. Ik haat het. Dit is niet de eerste keer dat ik dit heb in EAFC. Dat ze gewoon niks laten zien. Wow, I don't know. Wie is dit? Dit hoort trouwens wel een Conmebol Bowl kaart te zijn. Is Conmebol Bowl er eindelijk uit? Oh mijn god. Ja, dit is Conmebol, maar ze hebben het niet een speciale kaart gegeven. Ik snap nooit waarom ze dat hebben gedaan. Ik ben zo blij dat het eruit is. Dat heeft zo lang geduurd. Waarom zat Conmebol er zo lang in? Het is nog steeds Conmebol, maar waarom was het een speciale kaart? Oh mijn god, dat maakt me zo happy. Oh, volgende, goudpakket. La Roquette. Nee. En verder ook helemaal niks. Zo, ik hoef het niet te discarden. Dat is echt top. Lof dat systeem. Premium gouden spelerspakket. Is dat een walkout? Dat is een walkout, hè? Gundogan? Ik neem een Gundogan. Ik neem een Gundogan. 87 rated. Dat is best wel goed. Is dat een upgrade voor ons team? Volgens mij wel, trouwens. Hey, sick, man. Gundogan. Ja, dat is best oké. Okay. We hebben een Baku voor rechtsback. Onze rechtsback is natuurlijk ook nog steeds niet zo heel goed. Verder helemaal niks. Sakala is wel echt keisnel, man. Oeh, ik ga Gundogan in het team doen. Dat is top. Ik weet dat ondertussen heel veel mensen betere spelers hebben. Maar ik nog echt totaal niet. Nou, eens even die Dovbeek op de bank doen. Want die heeft best wel een goede kaart alsnog. Hoppa. Gundo voor Enzo. Sure. Nee, dat is slechte chemistry. Montiel, je bent heel irritant. Maar ga even op de bank. Laten we even kijken of we jou kunnen vervangen voor iets. Wat hebben we allemaal hier? Nog steeds niks. Hoe kunnen wij nou nog steeds geen rechtsbackpacken? Oké, okay, laten we even een rechtsbackpacken dan. En laten we dat gewoon gelijk uit deze doen. Premium gouden spelerspakket. Een walkout. Aubameyang. Bij de Russian Saudi League. Oké. Okay. Welke... Wacht, wat? Welke club is dat? Ik ken die hele club niet. Wat is Aubameyang traag geworden, zeg? 82 Aubameyang. Dat is... Al-Qadishiyah.
Ja, I don't know. Prima. Maar, Werner? Werner is... Is dat oké? Okay? Dat is best oké, okay, toch? Werner is... Nee, is niet oké. Okay. Rechtsback. Geen rechtsback voor ons alweer niet. Camara. Ik denk dat we Camara wel gaan spelen in plaats van Ugarte. Ugarte is namelijk niet heel top. Laten we dat doen. Zijn zo langzamerhand beetje voor beetje dingen aan het upgraden. Wacht. Kan ik haar gebruiken? Maitane en dan... Ik dacht dat we... Wacht. Ik dacht dat we nog een speler uit NWSL hadden. Oh, zij is linksback. Oh, je moeder. Heel irritant. Maar we hebben wel Otamendi. Man, dat is het zo waard. Oké. Dan hebben we in ieder geval een rechtsback eindelijk. En dit linkt dan met Otamendi. Oh, dat is helemaal top. En dan een camera op het middenveld. Dat is best oké, jongens. Laten we nog even een road to the knockout pakken, alsjeblieft. Zeldzame spelerspakket. Die doen we even op het einde. Want dat gaat echt een goede pack zijn. Jumbo zeldzame spelerspakket. Wacht, we doen die op het einde. Oh, we hebben goede packs, jongens. Let's go. Pakket met twee spelers eerst. We hebben gewoon goede packs, jongens. Ik voel dat we Road to the Knockout gaan packen. Deze aflevering. Wie is deze chickie dan? Ik wilde bijna zeggen broeder. Rauw. Nee. Oké. Nou, ik ben in ieder geval blij dat we een rechtsback hebben. Iets wat we echt nodig hadden, man. 75 plus. Eeuw. Boeka. Boeka? Is dat een L? Lijkt op een L. 82 plus. Let's go. Een walkout. Kan nog steeds goed zijn. Kudus. Dat is Kudus, toch? Nee, dat is Kudus. Oké. Is dat hoog? 82, dat is niet echt heel hoog. Maar, er kan nog iets leuks achter zitten. Nope. Quindusi. Best oké kaart. We gaan hem alleen niet gebruiken, man. 2,75 plus. Walkout. Rechtsback. Uit de Premier League. Wacht, dat is sick. Toch? Trent? Hij heeft 70 pace. Hij is niet snel, maar dat is best oké, toch? Of niet? Oh, jongens. En Mertens. Oké, Mertens is niet interessant, maar dat is best oké. Dat is best oké. Oké. Wacht, laat me een beetje puzzelen. Ik wil even iets puzzelen. Oké, dus ik heb nu dit als standaard tactiek gedaan. En dan die 4-3-2-1 in-game, die kan ik dan altijd wisselen in-game. En wat nou als ik dan dit doe, hè? Let op. Gewoon voor de gein. Deze hou ik dan in de spitta. Jij... Gaat helemaal weg. En dan doe ik... Ausnes. Doe ik op links midden, want dat kan. En dan doen we hier zo Trent. Let op, het wordt gekker. Dan doen we Trent hier zo. En dan doen we team management. Oké, wacht. Hou vast. Tactiek bewerken. Want dit is dan hoe we dan in-game spelen, toch? Oké, jongens, dus kijk. Dan doe ik Alexander Arnold doe ik dan op verdedigend middenveld. En doe ik Ausnes op... Rechtsachter. Tenminste, dat wilde ik dan doen. Maar wat is dit? Waarom is hier een uitroepteken? Waarom mag ik dat niet in-game wisselen? Spelen uit positie rol en focus zijn voor eenvoudig. Kies een speler die deze positie als een van diens favoriete posities heeft om ze te verbeteren. Maakt het uit als ik begin met de standaard tactiek en dan wissel naar de 4-3-2-1? Weten jullie dat? Kunnen jullie dat alsjeblieft laten weten in de comments? Want ik wil gewoon in-game wisselen naar middenveld. Laat het mij alsjeblieft weten, want dan weet ik wat ik moet doen. Het moet toch niet een probleem zijn? Laten we in ieder geval nog wat meer packs openen. Misschien hebben we nog andere spelers die we willen toevoegen aan de selectie. Hopelijk wel, want we hebben goede packs. Klein Electrum aanpassingspakket. Oh, dat is niet echt iets. Dit spel is zo nieuw voor mij. Ik heb echt geen idee wat er is. Ik vind het jammer als je niet in-game zo kan wisselen, man. 80 plus, dat maakt het juist leuk. Geen walkout. Kan nog steeds goed zijn. Want, bijvoorbeeld de Mickey van de Fans centerback, hè, is geen walkout. Maar die is nog bizar duur. Dit is Christensen. Nog steeds 83. Oké, Matty. 85 verdedigen, best wel hoog. Maar niet nodig. We hebben betere spelers. 3,75 plus. Een walkout, oké. Gakpo? Is dat Gakpo? Wacht, wie is dit? Is dat Gakpo? Is hij spits? Gakpo is spits. Dat wist ik niet of zo. Ja, net niet of zo. Tilman en Stach. Nou, 2,78 plus.
Matheus Cunha. Ik vind het eigenlijk wel leuk om die animatie steeds te zien. Het is wel chill aan de ene kant. Oh, een Hoylund. Het is wel chill aan de ene kant dat die animatie dan snel voorbij is als je het niet wil zien. Maar voor nu, aan het begin van EAFC, wil ik wel die lange animatie zien. We doen een 75 plus. Nee. Arkemau. Ja, yeah, I don't know. Montpellier, oh. Deslanders. Oké, voor haar hoeft het niet per se zo lang te zijn. Wat is dat embleem van Montpellier lelijk, zeg? Er staat een hele grote 50 in. Eeuw. 275 plus. Een walkout, oké. Okay. Chickie. Welke chickie is dit? Van Brighton. Paris! Oh, die was van Manchester United. Die is getransferd. Oké. Okay. Good for you, Paris. En een soort van Bonucci-achtige chickie. Rosucci. 80 plus spelerspakket. Geen walkout. Chickie van Duitsland. Google Pixel Vrouwen Bundesliga. Wolfsburg. Is dit Hegering? Nee. Oh, Hendrik, 85, oké, okay, sick. Het is altijd alleen een beetje jammer dat die vrouwen een beetje mini zijn. Ja, dat ga ik niet spelen. 275 plus. We hebben best wel wat packs. Op zich is dat wel nice. Eén walkout weer. Wie is dit? Olmo? Dani Olmo? Denk het wel. 84. Na wat voor seizoen en toernooi hij heeft gespeeld. Best laag of zo. Maar ik hoorde ook alweer dat hij geblesseerd is. Dus ja, daar heb je ook niet zoveel aan. En Ait Nouri. Leuk. 275 plus. Probi! Probiest! Hey, Ajax was laatst al goed, man, in de Europa League. Zo sick. Eindelijk weer een goede wedstrijd voor Ajax na al die tijd. En een test. 375 plus. Ik ben wel weer toe aan een walkout. Kom op. Zapata misschien? Ik denk Zapata. Zapata, 83. Dat is ook niet wat het is geweest. Ik kan geen Muriel meer zijn, want die speelt er niet meer. Leves. Oeh. Dat is geen slechte kaart. Maar nee, is oké. Okay. We komen bijna bij de goede pack, jongens. Laten we nog eventjes die andere eerst openen. 275 plus. Waar zijn de promos en walkouts? Romero. Nee, dat kan niet. Martinez, want Romero is promo nu. Wat is Martinez? 84. Ook best oké. Okay. Ik zou hem ook wel op verdedigende middenveld willen spelen. Oh, hier is Muriel. Oké, okay, hallo. Kan jij ook op andere positie? Nee, je kan geen CVM meer. Ik had je dat best wel willen spelen, man. Helaas. 375 plus. Eer niet. Ik ben zo benieuwd hoe het eruit ziet als je een promo packt. Ik wil dat zien, man. Aspas. Dat is best oké, okay, toch? 84. Hij is altijd 85. Wat is er gebeurd, Mattie? Dat is nog best een goede kaart. Wat nog meer? Anton en Zadrazil. Oeh. Nog een 375 plus. Weer niet. Kom op. Hé, hey, ik ben wel blij. Vorig jaar heb ik het hele jaar niet doorgehad wanneer het een walkout was en wanneer niet. Nu weet ik het eindelijk wel. Andri waarschijnlijk. 83, oké. Okay. Wat een slechte stats, man. Wat nog meer? Ortega en Ferran Torres. Oké. Okay. 280 plus. Please, EA. Weer niet. Kom op, hé. Hey. Rechtsachter. Dit dan Trippier? Denk het? Nee. Wacht, wat? Walker! Dat is sick. Dat is echt heel sick. Oh mijn god, ik wil Walker spelen. Dat is echt een hele goede kaart. Die moet ook echt wel wat waard zijn. En Fabinho, kijken. Ja, absoluut. 47k. Walker moet spelen. We hebben een rechtsback. We hebben dat toch... Oké, okay, we moeten maar iets anders bedenken met Trent. Dan maar geen Trent, helaas. Dat betekent dat Arsenis op het middenveld moet blijven spelen. Maar dat kan hij wel. Op zich kan dat. Trentje, je moet even ruimte maken, man. Ik ben gewoon heel Man City hier aan het bouwen, man.
Maar Walker is gewoon... Walker is echt een hele goeie voor het team, zeg. Och, laat me even die in-game dingen weer veranderen voordat ik dat vergeet. Kijk, niks aan de hand. En dan kan Arsenis gewoon op controleur spelen, maar hij heeft ook uit positie nog steeds. Irritant is dat, zeg. Nou, we zullen zien. Ik hoop niet dat het in-game uitmaakt, want dat zou echt heel erg balen zijn, zeg. Ik ben gewoon op goede chemistry. Niet zo zeiken, jee. Kom op. En laten we dan nog eventjes de laatste packs openen. Ik ben al best wel tevreden over wat we hebben gehad. Ik zou nog wel heel graag een promo willen packen. En we beginnen met de zeldzame spelerspakket, waarvan 1 gegarandeerd. 83 of hoger. Let's go. Please, EA. Het is niet eens een walkout. Het is niet eens 1 walkout. Dat is echt ongelooflijk. Het is weer Zapata. EA, hoe is dit zo slecht? Hoe is... Ik wil... Oké, dit is zo slecht. 83 als hoogste. En dat was een gegarandeerde 83. Oh mijn god, zeg. Wat de hel is dit? Gnabry, joh. Wat is er gebeurd met jou? Garnacho? Niks is wat waard. Oké. Leuk. Goeie pack. Thanks, EA. Lof dat. Maar we hebben nog een laatste. Het is een jumbo zeldzame spelerspakket. Bevat 24 zeldzame gouden spelers uit een waarvan 1 gegarandeerd 84 of hoger. Maar bekend bij mij op mijn kanaal is dat hij altijd slecht is. Hopelijk. Jee. Doe niet zo gierig. Geef me niet alleen een 84 hieruit. Kom op. 24 spelers. Let's go. Zie je? Hij is nooit goed bij mij. Dat is echt zo'n eerlijk EA. Ongelooflijk, wat een spel. Stones. Ja, het is niet goed. Het is niet goed. Oh, please, laat er nog iets achter zitten. Nee, hè? Ja, Lamine Yamal, maar ja, het is hem niet. Verschrikkelijk. Zoveel dubbel ook. Ook al heb ik zo weinig spelers in de club. Leuk, man. Leuk spel. Goeie pack. Thank you. Mijn god. Dus, jongens, we hebben wel een upgrade gehad, gelukkig. Dus we zijn niet helemaal voor niks de packs gaan openen. Het had veel beter gemogen. Dat zien we allemaal. Maar laten we eens eventjes kijken of we een potje hiermee kunnen spelen. En hopelijk is het een verbetering. Ik geloof sowieso natuurlijk met onze nieuwe rechtsback dat we sowieso beter zijn en zo. We hebben een nieuwe speler op het middenveld. We hebben natuurlijk ook Gundogan erbij en Otamendi erbij. Ik geloof dat we wel beter kunnen spelen. Maar... ik ben eventjes benieuwd of het uitmaakt dat zometeen Arsenis niet op zijn favoriete positie staat. Want we wisselen natuurlijk in-game. Ik ben benieuwd. Laten we het starten. Ik hoop niet dat jij een te goed team hebt. Want daar heb ik niet zoveel zin in. Wacht, hoe switch ik naar mijn andere tactics? Appa, heb ik gedaan. Oké, top. Goeie bal. Major. Bailey. Bailey. Goed, Gundogan. Bailey. Gundogan, Fransie, Bailey, je bent keisnel. Yes, let's go. Ik dacht hij had hem, maar hij liet hem vrij erg gaan daar. Pajor, oh Pajor, waarom hield je in? Chick. Oh, sukkel. Hama. Bailey, komt ie. Daar is Bailey weer. Altijd die Bailey. 82 rated Bailey is zo ziek. Blijf bij, ben je Walker. Oké, bye bye Walker. Oh, okay, bye bye Ruben Dias. Walker. Oké. Howard heeft hem alsnog. Oh nee, Walker is weg. Oh nee. Nee! Bro! Wat de hel was dat? Oké, noem maar een Walker. Wat? Hoe nou? Oh, Pajor. Pajor. Goed, Walker. Doe maar, Pajor. Pajor. Wat? Bewoog je nou zijn keeper? Goed, Bailey. Goed, Bailey. Pajor. Let's go, 3-1. Goed, Arsenis. Oh my god, Gundo neemt over. Geen probleem, daar is Bailey. Daar is Bailey. Kom maar door, man. Oké. Okay. Pajor. Pajor, I need you. Pajor. Pajor. Pajor is toch goed. Hij stoppen, Matty.
Let's go. Dat is een win voor ons. 4-1. Let's go. Dat is een mooie win. Ik moet ook op een gegeven moment gaan geloven aan die evoluties. Want dat heb ik ook nog niet gedaan. En ik ben binnenkort op vakantie. Dus help me alsjeblieft vooral in de comments met hoe ik mijn... Welke evoluties ik moet doen. Hoe ik dat moet gaan bepalen. Want ik heb echt geen idee. Maar weet je, laten we nog één potje doen. En dan vind ik het wel welletjes geweest, jongens. Let's go. Dit team speelde best wel oké. Arsenal hier op links midden. Dat was ook wel oké. Oké, laatste wedstrijd van de aflevering. Let's go. Blazed FC. Oké. Jij wilt je team laten zien? Ja, leuk. Maar wij zijn beter. Hoe doe ik ook weer de opstelling ding? Ik ben het nu alweer vergeten. Welke knopjes moet ik drukken? Is het rechts? Nee, het is niet rechts. Is het omhoog? Nee, het is niet omhoog. Bro, omlaag? Nee, niet omlaag. Oké. Links? Links. Oké. Het is de laatste knopje die ik probeer. Oké. Maar het is oké. Hij bewoog zijn keeper. Hij bewoog zijn keeper, man. Bro, divisie 6. Come on. What the hell? Oké. Vakantie. Gundogan. Bailey. Hoe heb ik nog niet gescoord? Walker. Walker, je bent een beest. Nice, man. Gundo. Kom maar weer terug op Gundo. Ik vertrouw Gundo met alles, man. En op Bailey. Goeie bal, man. Let's go. Bailey. Goed, man. Pajor. Hij ging niet naar Pajor. Arsenal is goed. Op Bailey. Bailey. Chicky. Amazaga. Oh, Bailey. What the hell? Ik heb het idee dat ik deze wedstrijd niet mag scoren of zo. Let op, en dan krijgt hij één kans. Dan wordt het zometeen een doelpunt. Maar daarvoor moeten wij gewoon zorgen dat we scoren. Met Pajor. Met Gundo. Gundo. Pajor. Pajor. Ik twijfelde heel lang met welke kant ik op wilde. Bailey, je bent kei snel. Bailey. Oh, dat is geen buitenspel. Dat was heel slecht van hem. Maar dat was totaal geen buitenspel, inderdaad. Vakantie. Amazon Malaka. Pajor. Zie je het, hoor? Oeh. Vakantie. Oké, Sané. Je moeder, Sané. Weg. Vakantie. Goeie paas op Amazon Waga. Pajor. Ja, beweeg je keeper lekker. Beweeg hem lekker, jongen. Ik heb het al door dat je dat doet. Lekker maten. Oh, topper. Abba, Bailey. Bailey! Bailey. Goed. Amazawalawaka. Bailey. Bailey scoort. Ook al beweeg je keeper, het maakt niks meer uit, man. Loser. Ga je stoppen? Jongens, dat was het voor deze aflevering. Bedankt allemaal voor het kijken. Het ziet er goed uit voor ons op dit moment. Hopelijk kunnen we gaandeweg wel wat promos pakken. Ik zal proberen zoveel mogelijk te grinden. Het is nog maar heel kort voordat ik op vakantie ga. Maandag over een week ben ik weg. Ik probeer zoveel mogelijk content nog voor jullie op te nemen voor die tijd. En hopelijk kan ik ook tijdens mijn vakantie wat dingetjes opnemen. Ik ben 3 weken weg. Dat is niet heel kort. Maar jullie mogen zeker dingen van mij verwachten. Ik ga echt 100% mijn best doen. En jongens, ik zie jullie alsnog heel snel. Bye-bye.